Mannen! Oh, mijn knie. We zijn er weer met vandaag een nieuw quizje. En vandaag heb ik, ja, echt wat leuks. Ik heb outfits gekeken van YouTubers. Oh. Nu en vroeger. Leuk. En daar heb ik een foto van. En dit gaat zeker pijnlijk worden. Dit is wel leuk. Echt zo'n smerig outfitje van 16 jaar geleden. Ja, mooi, man. Als je die ijsbeertrui erin hebt gedaan, jongen. Wat lekker, Gerard. Nee. Dit verdien ik niet. Leuk, joh. Die zit daar. Die ijsbeertrui. Ja, hij heeft hem erin. Ben je klaar voor de eerste? Nee. Oei. Oei. What the fuck? Is het Tease Games of zo? Jullie kennen hem wel. Persoonlijk, of als een bekende YouTuber gaan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Draai maar om. Wat heb jij? Ik heb Matty. Heb je zelf? Dit is mijn foto. Echt? Ja, het is mijn foto. Ik weet het gewoon. Lekker! Hey! Shout out Rico en Arthur! Hey! Gang van de paardenmarkt! Dan pose je dit ook! Ja, dat is wel leuk. Ik ben geen reet boei. Die patta zo. Maar in mijn jeugd was dit wel goeie, man. 1-0 voor jou. Oh, dat was wel moeilijk deze. Is wel king, hè? Ben jij dit, Milo? Ik heb nu al een idee, ik weet niet waarom. Draai maar om. Ik heb Raoul. Raoul? Ik heb een linktuiger. Ik denk Raoul of Alex. Dat meen je niet, Wat is dit nou weer? Wat is dit, joh? Wat is dit? Ik vind wel dat mobiel hoesje, dat vind ik goed. Nee, maar waarom ik Raoul dacht? Want Raoul vroeger echt zo'n fase waarin allemaal van die homofoto's. Ja, dat is wel waar. Dat je echt je haar ging doen om een foto te maken voor de spiegel. Ben je goed? Poeh. Als dit Nick is. Voor mij ben ik het zelf gewoon. Zijn we gewoon Mikkel? Voor mij ben ik het zelf gewoon. Drie Matties vind ik echt gek. Ja. Hoe kan er nou twee van de drie Matties zijn? Dat is zo niet eerlijk. Kijk, waarom, joh? Wat een chappie. Wat is dit? Waarom? De belangrijkste signalen zijn een scheve mond. Oké, 2-0. Jij bent echt slecht. Pas, hij heeft twee keer zichzelf en meer niet. Hij weet hem gelijk, hè? Ik heb geen flauw idee, gast. Ik heb echt geen flauw idee. Zo'n pauper slecht in. Je bent toch zelf? Nee. CP. Jezus Christus, je lult. Jezus Christus. Niemand kent CP, ja, die dit kijkt. Niemand kent hem, maar... Jij zat lekker op deze foto, joh. Mafkees. Maar hier had hij wel een rechte rug. 3-0. Ik zei ook weer goed, toch? Ja, dag! Wat is dit dan? Wat is dit dan, joh? Nee, ik veel. Goed. Ik heb Leo Alkemaat. Het lijkt op een sluipschutterscène dit, vind je niet? Dit is een... Dit was een video dat ze een week lang de kleding van een vriend aan ging doen. Dat is wel iets te groot dan. Knip dit alsjeblieft. Als je dit er niet uitknipt, weet je te vinden. Duimpie! Ah. Dit is een half been zien we nu. Hoe kunnen we dat ooit nog raar? Dit is helemaal niet eens een outfit. Het is ik, vind het, ik vind het oprecht. Jij bent het niet, maar het zou op outfit van jou kunnen zijn. Van die ribbel. Het is een van mij. Zo, van, ja. Ik heb echt geen flauw idee. Dit ben ik niet, hè, Milo. Ik zeg het dan vast. Nee, dat snap ik. Maar ik heb echt geen flauw idee. Assy boy. Want het is gewoon rustig Assy boy. Waarom? Het was wel bij hem thuis. Waarom heeft elke foto... Ja, hij heeft gewoon mijn Insta doorgeschot en heeft alles gepakt. Die flikker. 4-0. Ja, waaronder twee keer zichzelf en zijn broertje. Oké, en dan de volgende is 4 punten. Oké. Okay. Ja, maar nee. Dit is de foto. Dit is de foto. Ik ga echt alles stuk met de foto, maar Rob heeft geen idee waarom je stuk om gaat maken. Shine. 8-4. Volgende is weer 4 punten. Oh. Spijtboekje. Ik ga af op de motoriet. Maar ik vind het wel lastig hoor, maar dit is niet, ja. Oh wacht. We moeten een hele andere hoek gaan denken. Ik denk niet dat het echt los is. Ik denk dat ze een goede video met die met gasten van linken zo. Ik heb Joost. Ik heb Matthijs. Je lult. Wat actual fuck. Is dit erop? Ja, dat is erop. Ja. Ik herken hem niet eens. Ik heb schouder gemarkt, vind je ook niet? Ja, ik herken hem niet eens. Dat is 8-4. Ja, dit kan toch niet anders. Dit moet. Ik zou het wel even goed kijken. Nee, doen. Flikker op. Dit moet. Thuis. Ja, 12-8. Krijgen we nou toch weer. Wat is dit? Waar slaat dit op? Wat is dit, joh? Ik kijk even de camera aan. Staat de microfoon ook aan? Staat de microfoon aan. Kan de microfoon aan! Ja, ik denk dat het Furtje is, maar... Ja, dat zou ik ook denken, maar dat is meer van... Ja. Ik weet niet. Ik weet waar dit van is. Ik heb geen flauw idee. Enzo. Dio. Yes. Gio. Lekker zeg. Kan iemand met deze video uitleggen? Die vriend van Furtje ging hier vragen of Gio 4 uur verkering met hem wilde. Beginnen ze met zijn kleding aan en zo. 16-8. De volgende is 8 punten? Ja. Nee. Naar donder nou eens even een eind op. Dit is echt niet werkelijk waar. Deze vet. Nee. Wat ik dus echt tante mooi vind, is dat ze maar, ik zat in de foto die ik op zijn Insta, en dat de twee foto's naast ook allebei met de Red Bull waren.
De kijker die dat is, laat je even horen in de comments. Ze willen weten hoe het nu met je gaat naar deze foto. 4/16. Ah, jij hebt echt een flikkertje werkje. Het is ook gewoon toevallig dit net een sticker is in onze WhatsApp groep hier om elke dag dropt. Ja, met die cola toch? Oh. Dat weet ik niet. Ja. Zij nog, waar komt dit vandaan? Ik had ook fans met een kurkpatroon op. Kurk? Godverdomme, kurk. 32-24. Dit is echt erg. Nee, ik ben gek hoor. Ik weet niet of het een gasten van wijf is. Dat weet ik niet. Nou, dat moet ook een zinnere kleding staan, denk ik. Nee. Jezus Christus. Als die jas van Matthijs, denk ik ook dat het een wijf is. Nee, joh! Ik weet het niet. Hij gaat al weg! Ik had hier een shirt te lang. Ja, dag! En die heb ik naar Berlijn meegenomen. Die heb ik gewoon ik ken deze hele foto niet, joh! Maar los van die kleding vind ik ook de manier waarop mijn rol op deze foto staat. Ja, dat is ook niet heel typisch. Ja, het is een hele rare foto. Ik ben nu ook niet normaal, maar... Ik vind het wel mooi dat trouwens al 4 foto's van Matty, of 3 en Hans broertje. 40, 24, maar de volgende? Oh, 16 punten. Oh, dit komt mooi uit. Laat voor. Ja. Is dit nou weer... Goed pies. Ik denk als een knol. Als een knol. Ik denk met de pies. En al je aan de verkeerde kaart. Volgende keer heeft mij het er gewoon vol gezien. Ja, ik doe alsof ik het niet gezien heb. Nu oké? Ja. Goeie foto, ouwe. Wat? Ik dacht serieus dat je 14 zou zijn deze foto die lange post wil. Ik ben gewoon 2 of zo. 40-40. Oh, volgende vraag. 1 punt. Dat is de laatste. Dat is de winnende. En dan ga ik hem nog verliezen ook. Weet je hem? Nee. Jij hebt Raoul en jij hebt Michel. Jij bent allebei Michel. Fout. Nee. Maar je krijgt nog een kans om het te raken. Okay. Don en Dylan. Nee! Veel makkelijker. Dicht bij ons. Ja, heel dicht bij ons. Maar dit is niet Mark. Okay. Dit is ook niet Matthijs. Dat is absoluut niet Joost Vol. Ik ben het 100% niet. Ik ben het ook niet. Rob is het ook niet. Nee, Rob is veel te klein. Maar hij heeft wel een vlogcam in zijn zak. Oh ja. Nog eentje opschrijven. Allebei één kant, dan wordt gelijk. De naam die jullie net allemaal genoemd hebben, die naam zat ertussen. Van nee. Wie het is. Ja. Wie is dit? Heb je opgeschreven? Ik heb Kazooie. Ik heb Matthijs. Oh, mijn lieve hemel. Wat is dit? Rob is Tonis. Waar slaat dit op? Wat een wanker. Hoe dit eigenlijk ook niet weten. Die vlogcam was echt goed. Ja, maar hij lijkt helemaal niet op Rob. Nee, maar lijkt op... Als ik dit wegdenk, zie ik Matthijs. Mannen. Jullie hebben het goed gedaan, gelijkspel. Ook weer leuk. Ik kan wel niet te winnen, vind ik zelf. Ja. Ja. Ja, jij kan dit, jij biedt echt nooit zo'n quiz. Nee, we zaten drie keer jij in en Ezra. En jij ook een keertje. Mannen, bedankt voor het meedoen. Vond je dat leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! Doe op, lieve. Ja. Melana! Wat een nichte outfit, zeg.